Als eerste geef ik het woord aan de heer Ulebelt van de SP. Strijders voor de goede zaak, zou ik zeggen. Ik kreeg vorige week een mailtje van een man, bedrijf uit Cyprus. En die zei tegen mij, Ulebelt, ik ga met iets nieuws beginnen. Ik heb een vracht, ik heb mijn auto's, hij heeft een vrachtwagenbedrijf. En er ging nu mensen uit Tsjechoslowakije, Hongarije en noem maar op, ging die op Nederlandse auto's zetten om hier te laten rijden. Via Cyprus. Dan wordt de belasting betaald in Cyprus, of niet? Er worden premies betaald in Cyprus, en dat is allemaal, of niet? En dat is allemaal veel minder wat je hier moet betalen. Dat noemen ze de Cyprusroute. Ik heb vorig jaar, heb ik Asscher al gevraagd, doe er wat aan? Hij zou er wat aan doen, niks gebeurt. Dat is een van de kernen van het probleem. Jullie gaan vandaag voor de cao-strijd, maar wat nooit mag gebeuren, dat een van de mooiste beroepen van de wereld, niet het oudste beroep, dat weet ik. Maar wel een van de mooiste. Een beroep waar je met terecht trots op kunt zijn, waar Nederland altijd trots op geweest. Het gaat niet alleen om de cao, jullie voeren ook een strijd voor het behoud van je werk, je vakmanschap, de trots. En dat die niet kapot wordt gemaakt door mensen uit het buitenland die er een zootje van maken. Op weg hier naartoe zag ik er weer een staan. Zijn voorbanden helemaal aan flarden op een manier waarvan je gewoon kunt zien dat was geen onderhoud. Levensgevaarlijk. Dus mannen, vrouwen, zet hem op. Jullie hebben veel te verdedigen en de SP in de Tweede Kamer zal schouder aan schouder naast jullie staan. En ik, mijn rol is in de Tweede Kamer om Asscher ervan te overtuigen dat hij het voor jullie moet opnemen, niet moet buigen voor Brussel, maar de kont tegen de krip moet gooien. Zet hem op. Wat zal ik hier nu bijzetten? Pas op. Ja. Rot, brood wel. Nog een mooie hashtag bedenken. Lees je hem voor, Paul? Voor jou? Verdringing? Zeker. Meer dan 30 trekkers met PL-kentekens. En dan stuur ik dat Twitter op. En dan gaan wij hem zo retweeten. Zo werkt het. Ja. Zo'n mooi medium. Ja, hij begint nu in ieder geval het probleem te erkennen. En daar beginnen we natuurlijk mee. Kijk, hiervoor alleen maar ministers te maken gehad. Ulebelt, geen probleem. Gewoon vrij verkeer van personeel. Concurrentie. Nou valt het niet mee, want nou ligt sneeuw, maar als ik op in het zand steken. Natuurlijk ben ik het eens, maar dat kreeg te horen. Dus daar heb ik steeds, daarom heb ik altijd contact gehad met deze jongens en anderen. Omdat wel hun verhalen kijken, wat is er los daar te vertellen. Nou ja, Asscher is de eerste die het serieus neemt. Die het erkent. Nou, of je het serieus neemt, dat moeten we allemaal nog zien. Maar hij herkent het probleem. Nou, dat weet jij dan misschien. Dat is een van de weinigen die er in ieder geval er eens over heeft. Klopt. Nou, dat is winst. En ik ben dus wel bereid om, bijvoorbeeld om te bemiddelen tussen jullie en de minister, dat je daar samen over kunt praten. Dat je hem kunt, ook rechtstreeks aan hem kunt vertellen, dit zijn nu de problemen. Het is niet alleen de chauffeurs. Nederlandse chauffeurs, buitenlandse chauffeurs, maar ook alles wat er omheen hangt. Even een paar kreten, hè? Even een paar kreten, hè? Nou, voorzitter, dit is een van de laatste, misschien voor sommigen ook het allerlaatste debat voor de verkiezingen met deze minister. En tot mijn verrassing zou dit ook nog wel eens een lakmoesproefdebat kunnen worden. Want we zitten met een kamerbrede uitspraak, namelijk de uitspraak om het verbod op het doorbrengen van de weekendrust op parkeerplaatsen te handhaven.
Voorzitter, de minister zal het met me eens zijn dat je truck is geen tent en je cabine dat is geen caravan. En veel chauffeurs die kunnen die weekendrust niet naar eigen inzicht doorbrengen, terwijl dat wel in de Europese verordeningen staat. En wie wel eens in het weekend op dat soort parkeerplaatsen is langsgereden, die ziet de onmenselijke omstandigheden en de uitdrukking van de sociale dumping, zoals dat wordt genoemd. Nu weet iedereen dat deze minister graag de vrienden van de chauffeurs wil zijn. Mooie persberichten, samen op pad voor een eerlijke goederenvervoer en dat soort dingen. Waar staat de minister nu? Voorzitter, we hebben de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid in ons midden. En dat is best bijzonder. En mijn vraag is aan de minister of de lijsttrekker al heeft gesproken met de minister van Sociale Zaken. En als dat niet het geval is, dan vraag ik aan de minister van Sociale Zaken wat hij nu van de plannen van de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid vindt. Want bij een groot deel van die voorstellen zitten voorstellen die ik, soms anderen ook, de afgelopen 4 jaar hier in de Kamer hebben gedaan. En toen was het in ieder geval op mijn voorstellen, was het vrijwel altijd niet. Ja, dan is het een beetje ingewikkeld. Wilders, die zat in de VVD, die zat in die bankjes in de Tweede Kamer op het moment dat het besluit werd genomen om de grenzen voor Oost-Europa open te doen. Toen heeft Wilders gewoon zijn hand omhoog gestoken. En nou doet hij weer wat anders. Het is allemaal prima hoor. Maar wij zijn de enigen die consequent zijn op dit punt. Precies. Ja. Maar nu ben ik van Den Haag. Ja? Meneer Den Haag zelf. Je moet het doen, Paul. Ja, joh. Maar wij zijn zelf. Ja, Brussel ben je te laat voor. Beter in een café zitten wat open is, toch? Ja, handbal. Ja, heel lekker.